Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups and Down. Jordi is al wakker, die krijgt zo ook fysiotherapie. Als het goed is komt ze om 8 uur. En Liam die slaapt nog. Die doe ik dadelijk tussendoor de fles geven. En Jordi zit hier lekker nou op de grond. Zit je daar lekker? Oh. Ja, mama zal de televisie weer aanzetten. Meneer wil nog even het nieuws zien. Liam heeft net zijn flesje op. En die zit nou eventjes in zijn wipstoeltje te spelen. En Joef is hier ook gek aan het doen. Nee, Joef. Ja, ben je lekker aan het spelen, hè? Hoe kun je nou weer moe zijn? Je bent net wakker. Ja, je bent net wakker. Jordi, die zit even zijn tablet te kijken. Die heeft vandaag fysio gehad, maar hij deed niet zo goed zijn best vandaag. Hij heeft al zijn boterham en zijn fruitje op en nou krijgt hij cookie. Dus die is lekker even koekje aan het eten. En dan krijgt hij dadelijk een keer een fles en dan gaat hij zo'n kinderen. Liam die is al eventjes wakker en Jordi is net pas wakker. Het is bijna 4:30. Dus die heeft goed geslapen. Nou ligt hij lekker even zijn oranje te drinken. Hé jongen, lekker oranje drinken hè. Helaas is hij wel opgestaan met buikpijn. Ik weet niet hoe het gaat verlopen, maar dat gaan we even afwachten. En ik ben ondertussen Liam aan het bestoken met kooktv. In ieder geval op Netflix staan kookprogramma's op en dan zet ik dan vaak op en dan luister ik gewoon. En, nou, daar is Liam dan ook naar aan het kijken. Dus, misschien word je wel een goede kok, hè? In de toekomst. Ja. Misschien word jij wel een goede kok. Want je doet nou wel lekker eten, hè? Oeh. Nee. Hij doet heel veel op dit moment. Dat zo. Dus hij heeft heel veel zuigbehoefte. Maar ja, zijn fles drinkt hij niet helemaal leeg. Dus. En ook niet als ik hem tussendoor nog geef. Dan drink je 2 slokjes en dan denkt hij bij zijn eigen tabede mee. Maar nou heb je wel weer een tutje in je mond, hè? Ja. Ja. Voor de mensen die zich trouwens afvragen hoe het gaat met Liam zijn poeperij, dat gaat eigenlijk op zich wel goed. Hij is goed daarvan terug aan het komen. En hij, het is dat we hem heel af en toe nog moeten helpen, maar met de voorlaks kan hij het heel goed aan. En ook nou die wat vaste voedsel aan het krijgen is, gaat het eigenlijk best wel goed. Ja, lekker tutteren. Hè? Is een lekker tutteren. Oh. Maar ja, ik ga heel eventjes het eten in de oven zetten. Mijn ovenschaal van gisteren nog. En dan staat hij dadelijk ook aan. Dan kan hij in ieder geval warm worden, want hij staat er in de koelkast. Ja, Liam, dit is niet zo slim, hè? En hoe gaan we dit nou oplossen? Hallo? Hoe gaan we dit oplossen dan? Mama even helpen. Ja, mama even helpen. Zo, het is weer opgelost. Ik wil je weer gered, hè? Ja.
Ondertussen ben ik even aan het stoeien met Liam. Hij wil graag zijn handjes bij de fles in zijn mond steken. En we komen net terug van de verjaardag van oma Manuel. Liam zijn godvader. Had hij een leuk cadeautje gekregen, hè? Ja, had een hele leuke bellenblaas gekregen. Ja. En toen het echte cadeau. Een t-shirt met de naam van zijn zoontje erop. En van Liam en Jordi. Ja, ik had het t-shirt gefilmd zoals jullie zagen. En dan op de mouwen stond aan de ene kant Milo. En op de andere kant Jordi en Liam. Dus ik vond het wel een leuk idee. En Jordi ligt al op zijn bedje. Die is nog wakker. En Liam die gaat als goed dadelijk naar bed. Ik ga nog heel eventjes iets afkijken op tv. En dan ga ik hier heel eventjes opruimen. Want we zijn na het eten gelijk er vandoor gegaan. Dus ik heb niks met de vaat gedaan. Dus dat moet ik ook allemaal even doen. En spullen klaarzetten voor morgenochtend. Want we hebben therapie voor Jordi. Het is vandaag een keer 2 dagen achter elkaar. Dus dat gaan we doen. Een hele goede morgen. Liam heeft net zijn flesje gehad. Nu moet ik alleen nog even zijn sokjes en een vestje aandoen. Jordi moet ik nog even helemaal aankleden. Maar dat doe ik zo eventjes. Want dat doe ik altijd op het laatste moment als ik moet gaan. Want hij moet zo naar fysio. Anders dan kan ik weer opnieuw beginnen. Jordi kennende. Dus Jordi kleed ik altijd even op het laatste moment aan. En ja, ik ga eventjes verder spulletjes klaarmaken die hij mee moet nemen naar de fysio. En dan kunnen we zo gaan. Jordi heeft inmiddels fysio gehad en we zijn nu weer thuis. En dan zitten we hapje te eten. Jordi, happen. Zonder Tabby, hè? Dat kun je ook heel goed. Zijn we een beetje aan het oefenen, hè? Zonder Tabby, hè? Dan mag je, daarna mag je wel even Tabby kijken. Want dan heeft hij het super gedaan, hè? Ja. Wil je nog happen? Zo. Dus daar ga ik eventjes verder mee. Hij heeft nu een potje. Want het was een beetje laat anders. Dus dan ga ik daar eventjes opvoeren. Jordi slaapt nog. En deze vent had honger. Dus die gaat lekker eten, hè. Lekker visje drinken. Ja. Lekker flesje drinken. Als het goed is, slaapt Liam nu. Jordi slaapt ook. En ik ga hier daar een keer de bende opruimen van vandaag. Niels is heel even naar een vriend toe. Ja, het is hier weer een pestbende. Alsof ik heel de tijd niks heb gedaan. Maar ja, die ga ik dadelijk even opruimen. Zodat het weer gewoon lekker fris en fruitig is voor morgen. Je weet dat je mama bent als je 's avonds nog flessen aan het schoonmaken bent. Ik heb nou die van Jordi al helemaal schoon en uitgekookt. Ik doe dat eens in de zoveel tijd, doe ik ze uitkoken. Die van Liam iets vaker. Maar ja, deze zijn van Liam, die moeten nog even uitgekookt worden. Dan heb ik ook voor allebei de kindjes weer nieuwe spenen. Heb ik besteld. En ja, ook nieuwe, hoe noem je die, discs die hierin moeten. Die heb ik ook nieuw. Dus ja. Klein bal. Ik heb flesjes allemaal afgewassen. Ja, jij ligt gewoon op de bank. Iedereen moet doen waar hij goed in is. Oh ja, hij is trouwens weer thuis. Ik ga nu even lekker douchen en dan lekker mijn bedje in. En we gaan deze ups en down ook afsluiten. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Welterusten.